Meneer Franke. Mevrouw de staatssecretaris. Dank u voor uw antwoord, mevrouw de staatssecretaris. Het was vandaag de bedoeling dat we ook, omdat er geen actuele vragen zijn, dat we ook konden ingaan op een aantal concrete dossiers, heb ik begrepen. Dus ik heb mijn algemene toelichting namens mijn fractie gedaan, maar ik zou u graag nog een aantal concrete vragen willen stellen, als u mij toestaat, meneer de voorzitter. Ten eerste in verband met inderdaad het incident in Arendonk. Het incident in Arendonk, ik zou willen vragen, want er is onduidelijkheid over de communicatie. Ik zeg niet over uw communicatie, ik zeg over de krantenartikels. Sommigen spreken dat er een aantal zijn teruggestuurd naar een gesloten centrum. Sommigen zeggen, nee, er zijn 25 mensen overgeplaatst naar een ander open centrum. Kan u nu zeggen wat er juist gebeurd is met die amokmakers, met die vechtersbazen? Dat zou ik eigenlijk willen weten. U zal dat ongetwijfeld wel zo weten, want er is toch wel heel wat rond te doen. En ik zou willen weten wat juist uw beleid was of wat u beslist heeft. Ten tweede, een ander heel actuele punt gaat over de eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingen, Betwistingen, meneer De Bersac. Meneer De Bersac heeft, als ik niet vergis, jaren op het kabinet van meneer De Waal gewerkt. Heeft het hele dossier rond de RVV mee helpen uitbouwen. En we zien, denk ik, dat heel het luik rond de Raad voor Vreemdelingen en Betwistingen op zich een goede zaak is. In die zin dat de achterstand bij de Raad van State zo wordt weggewerkt. Er is rond meneer De Bersac zijn er heel veel slechte en vuile dingen gezegd. Ik denk dat daar heel veel onwaarheden bij waren. Onder andere dat hij dictatoraal zou zijn en zo verder. Dat is volgens mijn informatie absoluut niet het geval. Hij is communautair weggestemd, Franstalige tegen Nederlandstalige, 16 tegen 17. En één Nederlandstalige heeft zich aangesloten bij de Franstalige. De Franstaligen die vinden dat de werklast te hoog is. De werklast voor de Vlamingen is even hoog als voor de Franstalige rechters, maar de Franstaligen vinden dat de werklast te hoog is bij de RVV. Dus mijn vraag is, dus die is nu voor de tweede keer weggestemd, dus die is definitief weg. Zijn ontslagbrief is blijkbaar bij u op kabinet toegekomen. Dus mijn vraag, mevrouw de staatssecretaris, u zit nu met twee asieldiensten van de, dus zowel het Fedasiel als de RVV van de vier, en dus je hebt nog dienstvreemdelingenzaken van de drie zeker, ja drie. Je hebt drie asieldiensten. Nee, je hebt commissariaat-generaal, dienst vreemdelingenzaken, Fedasiel en RVV. Twee van de vier, dus de helft, is nu onthoofd. En Fedasiel heeft nog altijd geen nieuwe baas. Nog altijd niet. Verschrikkelijk dossier. Onbegrijpelijk. Maar nu is ook zo dat de RVV er dus ook geen baas, niemand meer aan het stuur staat. Dus mijn vraag is, kan u daar zeggen wat u zal doen? Hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaat u dat oplossen? En tenslotte misschien heel kort, meneer de voorzitter, nog een rond een actueel punt. De Algemene Nationale Gegevensbank, u heeft aangekondigd in het kader van de instructienota regularisatie delinquenten. Hè? Want u zegt, trek de instructienota terug, ik heb het over die instructienota uiteraard. En u zegt, ja, ik kan dat niet, ik heb het advies van magistraten gevraagd, dat klopt niet. U kan dat wel terugtrekken, maar goed, we verschillen daar van mening. Ik zeg, u trek dat alstublieft in, geen regularisatie van delinquenten. Daar zegt u, heeft u vorige week aangekondigd, mevrouw de staatssecretaris, ja, maar ik ga nu de Algemene Nationale Gegevensbank laten raadplegen voordat ik regulariseer. Ik dacht dat dat al lang gebeurde. Dus we gaan kijken of er mensen feiten hebben. Dus eigenlijk vliegt u gewoon in het ijlen. U weet totaal niet of dat mensen feiten hebben gepleegd of niet en u geeft papieren. Dus mijn vraag is daar, heeft u daar meer duidelijkheid? Want ik zie dat meneer Madran juist een vraag heeft ingediend. De PS is duidelijk niet akkoord. En meneer Di Rupo zegt hier, ik regulariseer geen criminelen. Maar meneer Madran dient een vraag in waar dat hij expliciet zegt, wat hij zich expliciet verzet tegen wat u heeft voorgesteld. Want u zegt van, we gaan de vlucht vooruit. Mevrouw Smeijers, geen probleem, ik ga dat doen. En we gaan de Algemene Nationale Gegevensbank laten consulteren door dienstvreemdelingenzaken voordat we regulariseren. Zodat we zeker zijn dat we geen mensen die zware feiten hebben gepleegd, dat we die papieren geven. Dat klinkt natuurlijk zeer logisch, maar de PS is niet akkoord. En ik citeer uit zijn vraag. Il paraît totalement excessif que le OE, dat is Office d'étranger, puisse avoir accès librement à la banque de données nationale de la police. Dus de PS is radicaal tegen. En u ontkondigt dat aan als zijn, ik ga dat nu doen, maar blijkbaar is er toch een groot probleem binnen de meerderheid. U heeft dat gewoon zomaar gezegd, maar u heeft daar helemaal geen politieke dekking. Dus mijn vraag is, ja, wat is het nu eigenlijk? Dank u. Meneer Davor, madame Genot. Merci. Mais donc, j'ai entendu madame De Blok dire, si madame Turtelbaum pouvait mettre une prison à notre disposition, j'apprécierais, mais... Et pour ma part, je pense qu'il faut faire très clairement la distinction entre une prison dans laquelle on met des gens qui ont commis des délits, il y a des juges qui décident de leur détention, et la situation des demandeurs d'asile, des demandeurs de régularisation et des demandeurs de séjour. Et ce type d'amalgame est totalement insupportable. Meneer Lokke.
Ja, dank u. Dank u, meneer de voorzitter. Mevrouw Genot, als ik mag. Of blijft u nog even? Ja? Mevrouw de staatssecretaris, ik was niet zinnens om hier nog een aantal actualiteitsvragen aan vast te koppelen. Maar goed, als collega Franken dit kan, zal ik... Enfin, ben ik toch verplicht om ook een paar vragen aan u te stellen over de actualiteit rond asiel en migratie. Er zijn filmpjes op YouTube verschenen met dansende asielzoekers gewapend met handwapens. Daar werden nogal wat vragen over gesteld. Mijn vraag is, is daar ondertussen al onderzoek naar gebeurd, mevrouw de staatssecretaris? En daar moet toch ondertussen ook wel enig resultaat in gevonden zijn. En dan vooral, meneer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, aansluitend op de vraag van collega Franken over de incidenten in het asielcentrum van Arendonk. Het is toch bevreemdend te moeten vaststellen dat het asielcentrum dat zo open is dat blijkbaar gewapende amokmakers zomaar en zonder probleem zich een toegang kunnen verschaffen en dat daar inderdaad een gevecht in regel uitbreekt met minstens 100 asielzoekers. Dit is toch bijna te gek voor woorden, dus ik zou van u toch graag een woordje uitleg krijgen, een stand van zaken krijgen. Hoe kan dat allemaal? Dank u voor uw uitleg. Simplement faire une petite remarque, Monsieur le Président, vous dire qu'un président s'en va et tout va à volo, moi j'ai jamais vu. On assiste à un truc incroyable. C'est-à-dire que on a un député, et je le remercie, vous avez de saines lectures, puisque vous faites référence à la question que je devais poser en commission. Je vois un collègue là qui se met à lire sa question d'actualité. Moi je pensais qu'on était dans un débat sur l'ajustement budgétaire, et je vois aujourd'hui qu'on prend des questions qui doivent être posées en commission, d'autres qui anticipent parce que le collègue a posé la question. C'est surréaliste. Revenons au thème de la discussion, c'est l'ajustement budgétaire. Et je trouve par ailleurs, Monsieur Franken, même si je rappelle que je salue le fait que vous ayez de saines lectures, je trouve incroyable que vous repreniez une question qui n'a pas encore été posée et qui avait vocation à être posée en commission. Alors Monsieur le Président, vous êtes le garant des procédures et du travail, je vous demande de remettre un peu d'ordre dans la manière de travailler. Er was net in de conferentie van voorzitters is er afgesproken dat gelet op het schrappen van het vragenuurtje deze week, dat er wel effectief actuele vragen konden verwerkt worden in de tussenkomst en dat er kon verwezen worden naar actuele aspecten. En dat is ook hetgeen dat hier gebeurt. En de minister, als ik even mag, en de minister zal erop antwoorden naar godsvrucht en vermogen van zijn spreken. Ik begrijp dat zij zich niet terdege heeft kunnen voorbereiden op alle thema's, dat spreekt voor zich, maar zij kan erop antwoorden naar godsvrucht en vermogen. Maar dit was wel degelijk een afspraak gemaakt in de schoot van de conferentie van de voorzitters. Hallo. Ja, monsieur. En ce qui me concerne et les éléments qui ont été ici évoqués, c'est une question orale en commission. Il ne s'agit nullement de questions d'actualité. Donc nous ne sommes pas dans un débat d'actualité. Nous sommes ici dans le fait qu'un député prend des questions qui étaient agendées en commission, alors qu'on est sur le travail de l'ajustement budgétaire. Et voilà, je trouve que c'est bizarre comme méthode de travail. Meneer Madran, ik denk dat u de zaken nog een beetje aan het trekken zijn, dus ik geef het woord aan mevrouw de staatssecretaris om godsvrucht en vermogen te antwoorden op de vragen haar gesteld. Mevrouw de staatssecretaris.